Dit is de Veronica Bijmaand Filmmaand Top 5. Met vandaag de 5 buitenaards mooie vrouwen met wie we in een spaceship willen zitten. Op nummer 5. Stijgt de temperatuur nu tot sexy, zweterige hoogte? Geen wonder dat deze astronauten uit de toekomst, zo lekker gespeeld door Jane Fonda, moeite heeft haar kleren aan te houden. In 1968, de allereerste sci-fi comic die het tot speelfilm wist te schoppen. Een psychedelische, erotische trip naar de sterren. Op nummer 4, Serlina. De bloedmooie, maar bloedirritante alien uit Men in Black 2. Lara Flynn Boyle was 32 jaar toen ze deze rol op zich nam en duidelijk prima in vorm. Serlina is de leider van de Kilotians, een gemeen shapeshifting volkje met tentakels en een onstuitbare honger. Oh yummy, someone I need to eat. Yuck, maar ook yummy. Nummer 3, Syl uit Species. Weer zo'n beeldschone alien die zo dodelijk als de pest is. Canadees fotomodel slash actrice Natasha Henstridge speelt Syl, half mens, half buitenaards reptiel. En ze wil zo snel mogelijk paren om haar soort uit te breiden. En spendeert dus een groot deel van de film in haar naki. Oeh la la. Op 2. Neytiri in Avatar. Wie had gedacht dat een kruising tussen een smurf en een kat zo'n mooi resultaat zou opleveren? Maar Zoe Saldana maakt het waar. Natuurlijk komt haar verschijning volledig uit de computer, maar de actrice tekende wel voor haar krachtige bewegingen en expressieve uitdrukkingen. En op nummer 1, Mystique uit de X-Men films. De blauwe gedaantewisselaar Raven Darkholm, of Mystique voor haar vrienden en vijanden, is maar moeilijk te peilen. Well, this is a surprise. The nice kind? Wel weten we dat ze in de films door 2 spectaculaire vrouwen is gespeeld. Eerst Rebecca Romijn 3 keer en de laatste 3 keer Jennifer Lawrence. Wauw. Dit waren ze dan. De 5 buitenaards mooie vrouwen met wie we in een spaceship willen zitten. Ga naar mijnmaandfilmmaand.nl voor nog meer top 5 lijstjes en alles over de Mijnmaand Filmmaand.